kleine moedertje stond veven op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheep aan doel. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Bam? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan, moeder, nog 4 jaar, dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Wat doen? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wat eens, moeder, zegt hij lachen, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo? Bang? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo. Klinkt over een verre zee. Zij is niet meer aan het kindje roepen daarbij.